Hallo, mijn naam is Joost van Heeften en ik sta hier in het Landschapspark Drongengoed. Waarom zie ik u denken? Wel, dat is heel simpel. Het is hier magnifiek. Je kunt hier sporten, bewegen, wandelen, lopen. En niet in zo'n muffe sporthal, maar in een prachtig bos. Is dat niet wat voor oude vrouwtjes? Helemaal niet. Ook jonge, sportieve, gespierde, viriele mannen zoals ikzelf maken graag gebruik van deze prachtige plek. Je moet maar eens komen kijken. Ik heb hier zo pas een authentieke woning van een Neandertaler ontdekt. Ofwel is het gewoon een kamp van kindjes in het speelbos. Zou ook een. Topsport staat ze. Ja, wel, topsport. Ook de minder voor de hand liggende sporten kunnen in zo'n bos beoefenen. Ongelooflijk. Je zou natuurlijk de overweging kunnen maken van met gans je gezinnetje naar het Sprookjesbos in de Efteling te gaan kijken en 35 euro entree te betalen en nog een frikadellig met de muur te sleuren. Of je kunt hier van dit prachtige bos genieten voor 0 euro. Zotte. Heel belangrijk is dat je niet vergeet van tijdens het sporten regelmatig een keer te drinken. Er is natuurlijk niks of niemand die het tegenhoudt van in zo'n bos gewoon de luiaard uithangen. Hoor, de specht. Eigenlijk is dit ook een beetje de Hoge Veen. Hier zijn knuppelpaden. Het is eigenlijk perfect voor te wandelen tussen de bomen voor mensen met hoogtevrees. Of mensen die niet kunnen zwemmen als het overstroomd is. Je moet alleen opletten, gelijk wat wij zeggen in ons dialect, je moet zien dat op wat totten niet stukt. Tussen al het sporten en bewegen door, kun je geluk hebben en hier een koe, oftewel een kalf ontmoeten. Wie is de koe en wie is de kalf? Ik zie het aan. Hallo. Putje. Peutje, zet. Het landschapspark is eigenlijk gigantisch. Veel mensen weten dat niet, maar het gaat echt van de grens West-Vlaanderen tot voorbij Eeklo. We zijn nu in het Leen. En nou de militaire basis, wat ervoor zorgt dat voor een getraind atleet zoals ikzelf, dat je kilometers kunt lopen op dit geplaveide pad. Voor de ervaren sprinter kun je ook de wind laten wegzetten door een ervaren fietser. Eén heel belangrijk aspect na het sporten is altijd zorgen dat je goed stretcht. Een modetrend die mij een klein beetje ontgaan is het Nordic walken. Ik moet eerlijk zeggen, niks voor mij, maar het kan ook hier perfect in dit prachtige arboretum, deze exotische tuin van het Leen. Al dat moet zeggen dat ik er niet perfect voor geëquipeerd ben, maar het werkt. Naast een gigantisch arboretum heeft, en daar ben ik persoonlijk helemaal wild van, een kei interactief en interessant bezoekerscentrum. Kom maar eens mee. Is echt een coole plek om te kopen, ook met de kindjes. Zie maar, hier. Welkom, beste bezoeker. Dit is eigenlijk dé uitgelezen plek om na het sporten, het bewegen, het wandelen, even op je gemak te zijn, tot rust te komen. Je kunt er heel veel bij leren over het bos. Of gewoon een stuk boom gebruiken voor de pitjes bakken. Natuurlijk blijft er naast al die alternatieven de klassieker der klassiekers, waar dat iedere Vlaming gek op is. En dat is gewoon een lekker fietstochtje.